Renault Antwerpen. De auto's van stad. Het eilandje is nu al even dé toeristische trekpleister van de stad. Een goede reden voor Lekker Antwerpen om er twee nieuwe gidswandelingen op te starten. Dokwerker Leo Wiedeman start zijn dialectwandeling aan de Red Star Line. Ik was daar gewoon begonnen, hoe waardig dat het ook klinkte. Die mensen die pakten ze mij op vrachtschepen in het begin. Zouden nog wat gotjes zuiver, zouden nog wat pluts zuiver, zouden wat ballast nodig. Ze moesten nog 250 kilo door hebben. En dan duiden ze nog gewoon zo maar van die migranten in. Want nou werd dat allemaal hier ruiskleurig vergesteld, zo min of meer. Maar als je het met in een pak, dat was een pak misère dat hij vertrok. Hè? Maar ook Congo-boten zoals de Charleville vormden een onderdeel van de grote volksverhuizing uit Antwerpen. En dat was ook een soort van kolonisatie. Ze gingen langs missionarissen, die hadden een volledige opleiding. Krijgen die nog altijd in het Tropisch Instituut. En dat die dan, ja, volleerd worden, als je het zo kunt zeggen. Op die woorden, ja, ze worden verkleerd, dan krijgen die een witte paard. En dan, ja, de meeste bekenden waren gewoon de poters van schuiten. Elke gidswandeling van Lekker Antwerpen wordt uiteraard doorgespoeld met een frisse pint op café.